Hallo, ik ben Laurens. Ik ben Upcot-coach van Ganda Upcot bij Upgrade Estate. En ik wil net zoals verschillende studenten mijn steentje bijdragen in verband met de studiekeuze nu info- en open deurdagen van hogescholen en universiteiten in het water zijn gevallen door het coronavirus. Ik zelf heb nog niet zo lang mijn studeercarrière afgerond. En ik denk dat ook dat het enorm nuttig kan zijn dat ik jullie wat meer informatie geef over de studierichting die ik heb gevolgd en dat is journalistiek aan de Artevelde Hogeschool. Ik vond dat zelf een mega toffe richting met als grootste voordeel superveel praktijk. Uiteraard zijn er ook theorielessen, dus je zal wel in de aulas moeten zitten, maar niet superveel en ook niet met supergrote groepen, wat dat ook super interessant is. Dus het is vooral praktijk waarop gericht wordt. En dat is vooral interessant. Waarom? Omdat je dan op dat moment echt al kan voelen wat kan later in mijn job aan bod komen en hoe zal ik later in mijn job te werk moeten gaan. Men vraagt vaak aan mij van wat is nu de beste vooropleiding die ik kan hebben voor journalistiek? Mijn antwoord daarop is geen specifieke vooropleiding. Zolang dat je de wilskracht hebt en de goesting om eraan te beginnen, denk ik dat alles mogelijk is. En dan zag je ook bij ons in de richting, want er waren verschillende mensen die ASO hadden gedaan, of het nu Latijn talen was, of humane wetenschappen, maar er waren ook mensen van TESO, BESO en zelfs KSO, waaronder ikzelf. Mijn vooropleiding was woordkunst en drama. Ik heb daar dus wel veel talen gekregen. En ik denk dat dat wel altijd een interessant gegeven is, dat je veel talen hebt gekregen, want ook dat is iets dat enorm belangrijk is tijdens de richting journalistiek aan de Artevelde Hogeschool. Maar wat er vooral enorm belangrijk is, is zoals ik al zei, die wilskracht, de goesting, maar ook een supergrote dosis nieuwsgierigheid. Ben je iemand die in van alles en nog wat geïnteresseerd is en van alles wel iets wil weten en van bepaalde dingen net iets meer dan van andere dingen, dan denk ik dat journalistiek perfect is voor jou. Want in de richting journalistiek krijg je ook van alles en nog wat qua lessen. Zoals ik al aanhaalde, de praktijkvakken die vaak in een modulesysteem gebeuren. De taalvakken, Frans, Engels, Nederlands, die je 3 jaar lang onderwezen worden. En dan heb je uiteraard de theorievakken. En daar heb je van alles en nog wat, zoals de geschiedenis van België, de geschiedenis van Europa, actualiteit, maar ook economie, psychologie, sociologie, noem maar op. Eigenlijk heb je van elke studierichting wel iets in journalistiek, omdat je van alles ook wel iets op de hoogte moet zijn. Wat er dan ook een enorm belangrijke troef is, is uiteraard stressbestendigheid. Want er wordt enorm veel, zoals in de echte journalistiek, met deadlines gewerkt. En dan spreken we niet alleen over deadlines van 3 weken of 2 maanden, maar dus ook van deadlines van maar 2 uur of zelfs maar 1 uur. Dus dat zijn dingen waar je wel mee moet kunnen handelen, maar zolang dat je geïnteresseerd in iets bent, denk ik dat dat ook geen enkel probleem mag vormen. Een derde pijler, denk ik, dat echt wel aanwezig moet zijn, is dat je sociaal bent. Je moet enorm veel mensen interviewen. Je moet ook gewoon op mensen afstappen. Maar als journalist moet je ook een netwerk uitbouwen. En dat is dus ook een enorm belangrijke in die wereld van de journalistiek. En sociaal zijn helpt u daar dus echt enorm bij. Het toffe aan de Artevelde Hogeschool is ook dat je jouw richting journalistiek, dat je die zelf eigenlijk volledig kan samenstellen. Dat je jouw eigen traject kan samenstellen. Dus stel dat jij meer geneigd bent om economie te betrekken in jouw traject, dan kan je dat doen. Zeg je toch van, ik laat economie vallen, maar ik wil iets meer Belgische geschiedenis erin, dan kan dat ook zeker en vast. Nog een tof gegeven is dat de Artevelde Hogeschool in het algemeen, maar vooral de richting journalistiek, enorm hard neigt of enorm hard het buitenland projecten probeert te betrekken in de richting. En dat is enorm fijn. Niet alleen kan je op Erasmus gaan of op buitenlandse stage. Sowieso heb je op het einde van jouw studeercarrière heb je nog ODG, het Over de Grenzen project. En daar moet je gewoon naar het buitenland en eigenlijk de buitenlandjournalist gaan uithangen. En dat is iets dat mij tot vandaag de dag zeker is bijgebleven. Want zo ben ik 2 weken naar Georgië gegaan om daar met 2 medestudenten rond een project te werken, rond een bepaalde hoofdvraag die we dan helemaal hebben uitgewerkt. En dat was een supermooie afsluiter van de richting. Uiteraard hoor ik de ouders al vragen, en de slaagkansen, hoe zit je daarbij? Het toffe bij ons is,
is dat meer dan 3/4 van de afgestudeerden van elk jaar binnen het jaar werk vindt. En dat klopt ook effectief. Want veel mensen denken dan, journalistiek, je moet wel journalist worden. Dat is helemaal niet waar. Je hebt een enorm breed aspect, of een enorm brede kijk op de wereld. En je hebt ook een enorm breed profiel, een heel interessant profiel, dat je dus overal kan gebruiken. Je kan uiteraard in de echte journalistiek stappen, maar ook monteren is vandaag de dag enorm belangrijk. Komt ook heel erg aan bod in de opleiding. Online dingen maken wordt steeds belangrijker, dus dat kan je allemaal gaan doen. Maar daarnaast, kijk bijvoorbeeld naar mij. Ik ben niet in de echte journalistiek gestapt, of in de pure journalistiek. Ik ben vandaag UpCot coach, maar ik moet wel communiceren, alsof mijn leven ervan afhangt elke dag. Dus communicatie is enorm belangrijk. En ook, dat krijg je dus mee in de studierichting journalistiek. Persverantwoordelijke ergens, maar opnieuw, het moet zelfs niet met de journalistiek te maken hebben. Want vandaag de dag doe ik eigenlijk niets meer met monteren of nieuws of actualiteit, maar die communicatie die ik meekreeg en het sociale aspect en vooral proberen tegen die deadlines werken, dat is iets waar ik enorm blij voor ben dat ik dat heb meegekregen. Heb je toch nog vragen? Of is er toch nog iets niet duidelijk over de richting journalistiek aan de Artevelde Hogeschool in Gent? Aarzel dan zeker niet om je vraag te stellen aan mij en ik ga die zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. En hopelijk ben je nu echt wel overtuigd om ook journalistiek te beginnen aan de Artevelde Hogeschool en zie ik je misschien binnen enkele jaren terug bij de Oud-Leerlingenavond. Dag.